Tof dat jullie meekijken naar deze gloednieuwe vlog op het kanaal van Nikmans. Vandaag zou ik naar de kermis gaan in Apeldoorn bij de Americo. Maar dat gaat lastig. Ze zijn de Americo aan het slopen. Dus daar komt een grote bouwmarkt in. Maar geen merken noemen, dat is wel jammer. Er komt een hele grote bouwmarkt in. Hier zijn ze aan het bouwen op dit moment. Ze gaan eerst de Americo slopen. En daarna gaan ze hem bouwen. Dus de kermis is op een andere plek. Wel dicht bij de Americo. Maar ja, het is een klein stukje extra lopen. Maar ik ben hier benieuwd wat er staat. Dus laten we snel even naar de kermis toe lopen. We hebben de kermis gevonden. Hij is tegenover de intratuin. Hier heb je de intratuin. En hier is de kermis. Dus de mensen die naar de intratuin gaan, kunnen eerst de kermis op. Of andersom, eerst de intratuin en dan de kermis. Maak ik toch weer reclame voor de intratuin. Dat mag helaas niet. Maar ach ja, nu heb ik het opgezet. Brandweer. Dag brandweer. Hier is de kermis. Dus laten we even een rondje over de kermis lopen. Ik ga even kijken wat er allemaal staat. Ik heb al stiekem een beetje gespeeched. Het is ongeveer hetzelfde als voorgaande jaren in Apeldoorn. Dus ik ga even een rondje lopen. Als eerste komen we de project 1 van Sipkema tegen. Dat is een KLMG afterburner. Dat zijn mooie apparaten. Ik ga denk ik zomaar even een ritje maken. Ik ga het wel kriebelen. Het kermisseizoen gaat echt beginnen als Apeldoorn is geweest. De project 1 heeft trouwens nieuwe hekjes gekregen. Eerder hadden ze een ketting hangen. Nu hebben ze een hekje laten plaatsen, laten maken. Daar tegenover staan de trampolines. De twee kopkamer, de kuiparm, het is een skibal. Daarnaast hebben we de Lumbia kam. Daarnaast het project van de Funhouse Fire Department. Helaas is die toren buiten gebruik. Dat is een soort uitval, wat gewoon leuk is om met me te gaan doen. Daarachter staat weer een bank, een wip, een breakdance van Sipkema maar. Die ga ik sowieso even een ritje maken. Dat zijn mooie apparaten, dat is een echte hut. Yes, Sipkema heeft het nodige onderhoud gehad. Ze hebben nieuwe kruisen van Sam. Dat kruisje kan je ook hier aan de onderkant lezen. Ik ga even inzoomen. Ze hebben de nodige onderhoud gegeven. Ze hebben de onderstel gespoten in rood. Dat was die rode lijnen. Ook staat hier
Magic City. Die staat met Klaas de Wolf. Daarnaast staat het Mikke Gooien. Voor de kinderen de koppen schoon te laten kunnen. Dan kan je heerlijke snacks halen met die herfstsimulator beleven. Dan kan je heerlijke pannenkoek en poppetjes gaan eten. Natuurlijk mag het uit de springkaart niet ontbreken. En dan gaan we weer bij het begin. Nou, dat was de kermis in Apeldoorn weer. Mijn eerste kermis voor het nieuwe seizoen. Er zullen vast nog wel meer komen, maar welke dat zijn woorden, dat weet ik nog niet exact. Wel een paar vaste kermissen, maar de rest weet ik nog allemaal niet. Dus, het is een nieuwe locatie, best wel een goede vervanger voor de oude locatie. Maar ik vond de oude toch net iets leuker bij de Amerika. Dus, soms gaan die dingen dat ze een andere locatie moeten hebben. Dit is een prima vervanger. Er staan een aantal attracties minder, maar voor de gewone bezoeker die missen die niet. Dus doe even een duimpje omhoog. Laat even leuke comments achter in de reacties. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, abonneer dan even als het gratis hebt. En dan zeg ik tot de volgende keer maar weer. En, houdoe!